Een hele goede morgen, welkom bij de Ochtendshow to go. De rechter doet vandaag uitspraak in de afpersingszaak van een Haagse miljonair. De man werd gefilmd tijdens een bezoek aan een prostituee en moest een flinke som geld betalen, anders zouden de pikante beelden worden gepubliceerd. Bart Lelieveld, verslaggever AD Haagse Courant, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is die miljonair met die beelden geconfronteerd? Die miljonair die is eigenlijk direct na een van zijn bezoeken aan die escortdame met het feit geconfronteerd dat hij op camerabeelden stond. Omdat de prostituee en een vriend die hadden samen een plannetje bedacht om eigenlijk die prostituee uit dat werk te krijgen. Zij hadden geld voor nodig en besloten dus een klok met een camera erin te plaatsen in de hotelkamer. En daar is zij direct na het bezoek mee geconfronteerd. Oké, zoals je nu vertelt, klinkt het alsof het een vooropgezet plan is. Maar de vrouw heeft verklaard dat er geen vooropgezet plan was voor die chantage. Hoe geloofwaardig vond de rechtbank dat? Ja, hoe geloofwaardig dat echt wordt gezien door de rechtbank, dat zal vanmiddag blijken bij de uitspraak. Er is natuurlijk wel het een en ander vooraf gebeurd. Zoals het regelen van die camera die in die klok verstopt zat. Ze hadden van tevoren al het idee dat zij wilden stoppen met dat werk. En er dus een uitweg gezocht moest worden. Ze hebben ook uitgezocht natuurlijk wie die miljonair was. Dat heeft niet zo heel lang geduurd, omdat hij dat zelf ook niet onder stoel of banken stak. Dat hij een jacht liet bouwen en dat hij toch wel dure auto's had. De vraag gaat er dan meer over hoe lang ze erover gedaan hebben, denk ik, om dat uit te zoeken en tot dit plan te komen. Ja, en wat voor straffen hangen die afpersers nu boven het hoofd? Nou, het gaat om vier personen, die escortdame zelf en een vriend. Die kregen allebei een strafeis van 10 maanden met 5 maanden voorwaardelijk. Dat is vrij fors. En dan van de mannelijke verdachten, zeg maar, daar 2 neven nog van. Daar was een celstraf van 1,5 jaar tegen geëist. En dat zijn eigenlijk wel vrij forse straffen voor dit soort zaken. Die zie je toch vaak ook wel voor minder voorbij komen. Ja, blijf het voor ons volgen en dank voor je toelichting, Bart. Ja, graag gedaan. Vandaag beslist het Werelddopingagentschap WADA over het lot van Rusland bij de Olympische Spelen. Na weer een potje sjoemelen met de regels. Aan de telefoon sportverslaggever Thijs Sonneveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Je volgt de dopingschandalen in de sport op de voet. Hoe spannend is deze bijeenkomst voor Rusland? Het is wel een beetje spannend. Aan de top van het WADA heb je een uitvoerend comité dat beslist over dit soort zaken. Mm-hmm. Wat er gebeurt, Rusland heeft een aantal jaar geleden een staatsgestuurd dopingprogramma opgezet. Ze dopeerden hun eigen sporters en ze zorgden ervoor dat stalen en tests verdwenen, zodat ze nooit positief getest konden worden. Dat werd aangestuurd vanuit het Kremlin. Zo'n land zou je eigenlijk nooit meer of voorlopig nooit meer in internationale evenementen willen hebben. Rusland is alleen heel rijk en machtig en groot en stopt een hoop geld in internationale sportevenementen. Dus die willen ze liever niet missen. Ja. Dus ze hebben een soort roadmap. Ja, dus ze hebben een soort roadmap uitgetekend hoe Rusland terug kan komen op het internationale sporttoneel. Daar horen bij dat ze zouden erkennen wat er gebeurd was. Dat hebben ze niet gedaan. En dat ze de database zouden overhandigen van al die sporters die doping hadden gebruikt. Ja, dus je zegt eigenlijk. Dat is ook niet gebeurd. Dus je zegt eigenlijk, die Russen, doordat ze zoveel geld hebben, hebben ze ook invloed in al die grote evenementen en hebben ze dus eigenlijk de WADA een soort van in de tang? Deels ja. Kijk, het is heel cynisch om te zeggen, maar sport en politiek zijn niet te scheiden. Nee. Zeker niet op dit niveau. En, dus het is een beetje een politieke uitspraak wat er vandaag ook gaat komen. Ja, je hebt het eigenlijk al een beetje gezegd, want waarom kan het IOC Rusland dan niet gewoon rigoureus buitenspel zetten als het zo duidelijk is dat ze openlijk vals spelen? Omdat er allerlei dwarsverbanden lopen. Dus Rusland heeft best wel veel macht gekocht eigenlijk. Ze hebben best wel veel personen op hoge posities binnen grote bonden. De baas van het IOC, Thomas Bach, is een persoonlijke vriend van Poetin. Rusland is eigenlijk too big to fail. Als dit Andorra was geweest of Luxemburg, dan hadden we ze voorlopig niet teruggezien op Olympische Spelen en andere evenementen. Ja. Maar bij Rusland gaat dat niet op. En wat denk je dan dat eruit gaat komen?
waarschijnlijk wedstrijd vandaag gaat opleggen als straf, is dat er geen Russische hoogwaardigheidsbekleders bij de Spelen mogen komen. En dat er geen Russische vlag mag worden gezwaaid. Nou. En dat er geen Russisch volkslied klinkt. Maar dat de atleten dus meedoen onder neutrale vlag. Ja, en vinden ze dat heel erg dan? Nou, dat zullen ze ongetwijfeld vervelend vinden. Maar dat hebben ze wel ingecalculeerd. Ja. Dit is gewoon eigenlijk, we beschermen de boel en we houden onze atleten die hebben dat toen hebben gebruikt de hand nog steeds boven het hoofd en we leveren dit in. Ja, dankjewel voor je uitleg, Thijs. Ja. Naast de strijd tegen zijn aartsrivaal Badr Hari neemt Rico Verhoeven het ook op tegen een minder bekende vijand, namelijk de spierziekte MS. De kickbokskampioen is sinds 3 jaar ambassadeur voor Stichting Voor Sara. Die vind ik een beetje eng hoor. We zijn echt ontzettend blij met de steun van Rico Verhoeven. Omdat hij de aandacht op deze hele zeldzame spierziekte vestigt. Bovendien is het ook nog zo dat Rico heeft echt de kracht en Sara mist die kracht. En daarom is het zo mooi dat juist hij ons helpt. Ja, je hoorde zijn stem al even bij ons in de studio. Is Bram Verbrugge, verslaggever van AD Rotterdams Dagblad. Vader van Sara, de naamgever van de stichting. Ik zei net MS, maar wat heeft Sara precies? MDC1A. Dus inderdaad een gekke afkorting. Het is een spierziekte die betekent dat al haar spieren gewoon een stuk slapper zijn. Omdat er een bepaald eiwit mist. En dat uit zich, behalve gewoon in spierslapte, niet kunnen staan, niet kunnen lopen. Maar ook je longen zijn spieren en dat kan natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden bij bijvoorbeeld griepjes. Ja, hoeveel mensen hebben dit? Zo'n ongeveer 20 in Nederland. Er zijn echt maar heel weinig. We zijn nu bezig met onze stichting om te kijken of we ook internationaal gewoon contacten kunnen leggen. Want om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen, heb je gewoon heel veel data nodig en heb je veel meer patiënten nodig dan die 20 in Nederland. Ja, want ik kan me voorstellen dat de medici dan zeggen, ja, dit zijn is lullig, maar het zijn er te weinig, dus we gaan geen onderzoek doen. Ja, dat is heel lang het geval geweest. Er werd eigenlijk niets aan gedaan. Wij kregen ongeveer 3 jaar geleden de diagnose. Mm-hmm. En toen zeiden de artsen ook, ja, sorry, maar we weten er heel weinig van. Er is op dit moment geen behandeling. Er wordt ook geen onderzoek gedaan. Ze zeiden niet succes ermee, maar daar kwam het wel op neer. Ja. Dat was voor ons eigenlijk niet te accepteren. En mijn vrouw zei meteen, dan richten we een stichting op. Wij dachten in eerste instantie om een onderzoek wat stil lag aan de Universiteit van Maastricht, om daarbij aan te sluiten. Er is in een hele korte tijd heel veel geld opgehaald en dat onderzoek is ook van start gegaan. Mm-hmm. Ze zijn nu echt bezig om MDCNA te onderzoeken. En Rico Verhoeven is daar vanaf het begin af aan bij geweest. Ja, hoe is dat gekomen? Nou, ik schreef op dat moment columns in het AD. Ja. En hij las eens een column en hij belde zelf op. Hij zei van, ja, ik ben geraakt en ik wil graag wat doen. Hij heeft zijn handschoenen toen gedoneerd na een wedstrijd. En eigenlijk, ja, hij is ontzettend trouw. En er ontstond meteen een klik tussen Sara en hem. Maar ook tussen ons. En hij is altijd bij ons gebleven. En dat, ja, dat voelt geweldig. Want er zijn een hoop mensen die dachten aan het begin, ja, die stichting is een stukje rouwverwerking voor de ouders. Maar we hadden meteen echt als doel, er moet gewoon een behandeling komen. We gaan door tot die behandeling er is. Ja. En Rico heeft diezelfde focus. Het was echt erkenning dat hij meteen zei, ja, ik ga jullie helpen. En tot op de dag van vandaag heeft hij ontzettend veel gedaan om ook tot dit punt te komen. Wat fantastisch. Sara is inmiddels 4. Ze gaat gewoon naar school. Ja, klopt. Reguliere onderwijs. Ze doet het ontzettend goed. Ze zitten in een rolstoel en heeft bij een hoop fysieke dingen hulp nodig. Maar kan op school heel, heel makkelijk meekomen eigenlijk. En daar zijn we wel heel trots op. En hoe ontwikkelt dan de ziekte zich? Is die progressief of hoe moet dat zien? Het is officieel geen progressieve ziekte. Maar omdat je lichaam steeds groter en zwaarder wordt, wordt het wel steeds moeilijker om met diezelfde spierkracht alles te doen. Dus de kinderen gaan zeker wel achteruit. Dus in de praktijk noemen een hoop artsen het ook gewoon een progressieve ziekte. Want je ziet gewoon dat na verloop van tijd bijvoorbeeld beademing nodig is bij een hoop patiënten. Er ontstaan vergroeien in de gewrichten, scoliose. Er komen heel veel bijkomende problemen voor deze kinderen in de loop der jaren. Maar je kunt er wel oud mee worden. Ja,
Het kan, maar we realiseren ons ook heel goed dat dat niet alle patiënten gegeven is. We hebben dit jaar nog een lotgenootje van 8 maanden die overleed. Daar zijn we naar de uitvaart geweest. Ja, dat zijn verschrikkelijke berichten. Er zijn ook gewoon hele jonge patiënten die overlijden. Ja. Maar we kennen gelukkig ook volwassen patiënten, omdat het ziektebeeld vrij verschilt. Er zijn wat zwaarder aangedane patiënten en wat patiënten die toch iets sterker zijn. Ja, je zei in het begin al, je hebt samen met je vrouw een stichting opgericht. Wat heb je al met die stichting kunnen betekenen? Nou, het eerste waar we mee zijn begonnen is eigenlijk patiënten bij elkaar brengen. Omdat wij toen de tijd ook niet wisten wat we moesten verwachten. Ja. Daarnaast zijn we heel veel geld gaan ophalen. Is nu bijna 500.000 opgehaald. Daarvan kan dus onderzoek gedaan worden. We hebben behalve het onderzoek in Maastricht, wat met gentherapie een behandeling zoekt voor deze patiënten, financieren we met de stichting ook een onderzoek van het Radboud Ziekenhuis, wat meer in kaart brengt hoe het verloopt. Dat kan dus al die patiënten en al die ouders enorm gaan helpen in de komende jaren. Ja. Maar het helpt ook die onderzoekers. En 2 weken geleden ongeveer hebben we een internationaal congres georganiseerd, waarbij eigenlijk alle experts van over de hele wereld naar Maastricht kwamen. Daar zijn onderzoekers die in de laboratoria werken met muismodellen om te kijken hoe we een behandeling kunnen vinden. In Zwitserland, in Zweden gebeurt dat en in Amerika. Maar dit doe je dus allemaal nog naast je werk? Ja, dus, het is soms druk inderdaad. Maar we hebben ook een heel groot team hoor. Ik ben er zeker niet alleen die dat doet. We hebben een fantastisch team. Een hoop vrijwilligers die allemaal helpen. Mm. En we krijgen er wel wat. Het allerbelangrijkste, we krijgen gewoon heel veel steun. En mede door Rico is er zoveel bekendheid voor de stichting geweest. Ja. Dat we ook een hoop donateurs hebben. Rico moet 21 december aan de bak tegen Badahari. Ja. Hoe gaat dat? Zit jij dan met Sarah te kijken? Of? Het is denk ik iets te laat voor Sarah. Die zal niet kijken. Zij zal het wel heel interessant vinden. Want als ze Rico op tv ziet, dan roept ze gelijk, hé, dat is mijn grote vriend. Die twee hebben echt een band en hebben ook al heel vaak gewoon samen gespeeld. Rico is heel persoonlijk betrokken bij de stichting. Dat maakt het zo mooi. Mm-hmm. De eerste schooldag stuurde hij bijvoorbeeld een sms'je van, nou, veel succes, ik ben hartstikke trots op je meid. Ah, leuk. Dus dat zijn echt hele mooie dingen inderdaad. Maar papa zit wel te kijken. Maar ik ga zeker kijken met mijn vrouw en vrienden en dat gaan we steunen. Hopen dat hij dan niet geraakt wordt. Nee, inderdaad. Dankjewel, Bram. En voor meer informatie over de stichting Voor Sarah, ga naar voorsara.nl. Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin. Dat is de winnaar van de slechtste slogan van Nederland. Visbar de Zilte Zeemeermin ging met de prijs naar huis en met gemak hielden ze andere beroerde verzinsels als werken met zinhout van het UWV en je rijbewijs halen doe je bij die kale van rijschool reactie en geen geeikel recycle van P. van der Veld transporten achter zich. En we hebben contact met winnaar Luc de Haan van de vis. Vistoestand de Zeemeermin, de Zilte Zeemeermin. Hoe lang hebben jullie vergaderd over die slogan? Ja, vergaderen. Ja, we noemen het wel eens vergadering, maar vaak drinken we gewoon een biertje en dan komen we op wat goede ideeën. Maar is dat bij deze niet helemaal het geval geweest? Dus we gingen vroeger vissen met mijn vader en dan was er zo'n. Na die tijd, als je dan verloren had, dan moest degene die verloren had, moest zeg maar de lunch betalen. En dan gingen we naar zo'n vishandeltje en daar stond iets in die krant. En dat hebben we, ja, dat is misschien al wel 15 jaar geleden. En dan, dat hebben we nooit vergeten eigenlijk. En dat hebben we wat nieuw leven ingeblazen in onze eigen tent. Ja, en vistoestand. Hadden jullie ooit verwacht dat deze lokale reclamekreet voor landelijke bekendheid zou zorgen voor jullie zaak? We hebben natuurlijk wel een hele leuke zaak. Dus op zich, landelijke bekendheid is niet zo raar. Maar dat zou doen, nee, dat had ik niet verwacht. Niet zo gauw, nee. Nee, smaakt het naar meer of ruikt het naar meer? Moet ik dat misschien zeggen bij een viszaak? Volgend jaar weer een nieuwe slechte slogan? Ik moet zeggen, mijn broer is daar heel erg gedreven in. Dus mijn broer Wiebe, die verzint al dat soort ongeheim. Dus van hoe oester, hoe woester, libido-bommen en dat soort dingen. Daar is mijn broer heel goed in. Dus het zou ongetwijfeld gaan we daar volgend jaar weer ons best voor doen. Ja. Als ik aan kibbeling denk en een tongzoen van een zeemeermin, dan is het toch niet echt een reclame, toch?
Nat en klef. Nou, dat ligt eraan hoe die tongzoen van die zeemermin smaakt natuurlijk. Ja, dat is ook waar. Nou ja, goed. Ik feliciteer je er heel erg mee in ieder geval, Luc. Ja, dankjewel. En of zo'n slogan echt werkt, dat weet Jeroen Meerk, hoofdredacteur van marketingtijdschrift Marketingtribune. Jeroen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Marketing Facts is het trouwens. Oh, sorry. Terechte winnaar dit jaar? Nou, ik heb het misschien zelfs al een beetje voorspeld. Want ik maak altijd een bericht voor Marketingtribune, die andere site waar ik voor werk. Daar had ik een visual gebruikt. Van de slogan van dat is op de zeemermin. Ah. Dus wat dat betreft, vooruitziende gaven hoop ik er maar. Nou weet je alles van slogans en van marketing. Werken dit soort slogans ook echt? Nou kijk, je moet een verschil maken tussen of het een MKB'er is die zoiets bedenkt, of een heel groot bedrijf zoals UFV of de bibliotheek, die ook genomineerd zijn. Ja. En bij kleine ondernemers is het, ja, er wordt vaak de marketing gedaan op de achterkant van een bierveeltje, zoals net al grappig werd gezegd. En dan bedenk je een slogan, denk je, ah, dit is wel leuk, dit gebruiken we. Ja. En dat zie je vaak op de busjes van klusbedrijven en op de borden die voor restaurants staan. Daar staan soms slogans of zinnen op die je denkt van, het is wel een beetje knullig. Maar knulligheid trekt wel de aandacht, want we hebben het erover. We maken er foto's van, die deel je dan op de site slechtsenslogan.nl bijvoorbeeld, waardoor het genomineerd wordt voor deze prijs. Dus het werkt op een bepaalde manier wel. Maar werkt het dan, ik hoor je een beetje zeggen, het werkt dus eigenlijk niet voor een grote multinational als bijvoorbeeld Coca-Cola of Shell of, nou ja, noem maar op. Nee, dat ziet er heel, dan ziet het er echt heel knullig uit. Kijk, van een klein bedrijf accepteer je dat ze met beperkte budgetten hun marketing doen. Dan nog denk ik dat je soms best wel een beetje daarin mag investeren. Want dat gaat zich toch vaak wel uitbetalen. Maar van een groot bedrijf verwacht je dat sowieso, dat ze hun zaakjes professioneel geregeld hebben. En ik viel mij dus ook wel op dat ik de dingen die langskwamen van UWV bijvoorbeeld, die vond ik wel een beetje knullig. Ja. Ja, ik denk van, wat was het ook weer? Werken met zinhoud. Ja. Dat is wel een hoger woordspelingsniveau. En van Groupon ook. Denk aan je selfie of zoiets. Ja, die komt van Groupon. Shop en kom tot je selfie. Ja, die hebben heel veel uiting op social media. Dus dat zal eens een keer iemand kritisch zijn geweest. Maar ik zou het niet op de gevel van je pand zetten. Nee. Goed. Jeroen Meerk, dank je wel voor je toelichting. Graag gedaan. En tot slot nog het weer. Een dag vol buien en soms ook met onweer. De wind draait naar het noordwesten. En vooral aan zee is het dan onstuimig met hele zware windstoten. Dat is kitesurfen voor gevorderden. We zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Blijf kijken. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow to go. De rechter doet vandaag uitspraak in de afpersingszaak van een Haagse miljonair. De man werd gefilmd tijdens een bezoek aan een prostituee en moest een flinke som geld betalen, anders zouden de pikante beelden worden gepubliceerd. Bart Lelieveld, verslaggever AD Haagse Courant, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is die miljonair met die beelden geconfronteerd? Die miljonair die is eigenlijk direct na een van zijn bezoeken aan die escortdame met het feit geconfronteerd dat hij op camerabeelden stond. Omdat de prostituee en een vriend die hadden samen een plannetje bedacht om eigenlijk die prostituee uit dat werk te krijgen. Zij hadden geld voor nodig en besloten dus een klok met een camera erin te plaatsen in de hotelkamer. En daar is zij direct na het bezoek mee geconfronteerd. Oké, zoals je nu vertelt, klinkt het alsof het een vooropgezet plan is. Maar de vrouw heeft verklaard dat er geen vooropgezet plan was voor die chantage. Hoe geloofwaardig vond de rechtbank dat? Ja, hoe geloofwaardig dat echt wordt gezien door de rechtbank, dat zal vanmiddag blijken bij de uitspraak. Er is natuurlijk wel het een en ander vooraf gebeurd. Zoals het regelen van die camera die in die klok verstopt zat. Ze hadden van tevoren al het idee dat zij wilden stoppen met dat werk. En er dus een uitweg gezocht moest worden.
ja, ze hebben ook uitgezocht natuurlijk wie die miljonair was. Dat heeft niet zo heel lang geduurd, omdat hij dat zelf ook niet onder stoel of banken stak. Dat hij een jacht liet bouwen en dat hij toch wel dure auto's had. Ja, de vraag gaat er dan meer over, hoe lang ze erover gedaan hebben, denk ik, om dat uit te zoeken en tot dit plan te komen. Ja, en wat voor straffen hangen die afpersers nu boven het hoofd? Nou, het gaat om vier personen, die escortdame zelf en een vriend. Die kregen allebei een strafeis van 10 maanden met 5 maanden voorwaardelijk. Dat is vrij fors. En dan van de mannelijke verdachten, zeg maar, daar 2 neven nog van. Daar was een celstraf van 1,5 jaar tegen geëist. En dat zijn eigenlijk wel vrij forse straffen voor dit soort zaken. Die zie je toch vaak ook wel voor minder voorbij komen. Tja, blijf het voor ons volgen en dank voor je toelichting, Bart. Ja, graag gedaan. Vandaag beslist het Werelddopingagentschap WADA over het lot van Rusland bij de Olympische Spelen. Na weer een potje sjoemelen met de regels. Aan de telefoon sportverslaggever Thijs Sonneveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Je volgt de dopingschandalen in de sport op de voet. Hoe spannend is deze bijeenkomst voor Rusland? Het is wel een beetje spannend. Er is eigenlijk aan de top van het WADA heb je een uitvoerend comité dat beslist over dit soort zaken. Mm-hmm. Wat er gebeurt, Rusland heeft een aantal jaar geleden een staatsgestuurd dopingprogramma opgezet. Ze dopeerden hun eigen sporters en ze zorgden ervoor dat stalen en test verdwenen, zodat ze nooit positief getest konden worden. Dat werd aangestuurd vanuit het Kremlin. Zo'n land zou je eigenlijk nooit meer of voorlopig nooit meer in internationale evenementen willen hebben. Rusland is alleen heel rijk en machtig en groot en stopt een hoop geld in internationale sportevenementen. Dus die willen ze liever niet missen. Ja. Dus ze hebben een soort roadmap. Ja, dus ze hebben een soort roadmap uitgetekend hoe Rusland terug kan komen op het internationale sporttoneel. Daar hoorde bij dat ze zouden erkennen wat er gebeurd was. Dat hebben ze niet gedaan. En dat ze de database zouden overhandigen van al die sporters die doping hadden gebruikt. Ja, dus je zegt eigenlijk. Dat is ook niet gebeurd. Dus je zegt eigenlijk, die Russen, doordat ze zoveel geld hebben, hebben ze ook invloed in al die grote evenementen. En hebben ze dus eigenlijk de WADA een soort van in de tang? Deels ja. Kijk, het is heel cynisch om te zeggen. Maar sport en politiek zijn niet te scheiden. Nee. Zeker niet op dit niveau. En, dus het is een beetje een politieke uitspraak wat er vandaag ook gaat komen. Ja, je hebt het eigenlijk al een beetje gezegd. Want waarom kan het IOC Rusland dan niet gewoon rigoureus buitenspel zetten als het zo duidelijk is dat ze openlijk vals spelen? Omdat er allerlei dwarsverbanden lopen. Dus Rusland heeft best wel veel macht gekocht eigenlijk. Er zijn best wel veel personen op hoge posities binnen grote bonden. De baas van het IOC, Thomas Bach, is een persoonlijke vriend van Poetin. Rusland is eigenlijk too big to fail. Als dit Andorra was geweest of Luxemburg, dan hadden we ze voorlopig niet teruggezien op Olympische Spelen en andere evenementen. Ja. Maar bij Rusland gaat dat niet op. En wat denk je dan dat eruit gaat komen? Waarschijnlijk wat ze vandaag gaan opleggen als straf. Is dat er geen Russische hoogwaardigheidsbekleders bij de Spelen mogen komen. En dat er geen Russische vlag mag worden gezwaaid. Nou. En dat er geen Russisch volkslied klinkt. Maar dat de atleten dus meedoen onder neutrale vlag. Ja, en vinden ze dat heel erg dan? Nou, dat zullen ze ongetwijfeld vervelend vinden. Maar dat hebben ze wel ingecalculeerd. Ja. Dit is gewoon eigenlijk, we beschermen de boel en we houden onze atleten die hebben gebruikt de hand nog steeds boven het hoofd en we leveren dit in. Ja. Dankjewel voor je uitleg, Thijs. Yes. Naast de strijd tegen zijn aartsrivaal Badr Hari neemt Rico Verhoeven het ook op tegen een minder bekende vijand, namelijk de spierziekte MS. De kickbokskampioen is sinds 3 jaar ambassadeur voor Stichting Voor Sarah. Oh.
Die vind ik een beetje eng hoor. We zijn echt ontzettend blij met de steun van Rieke Verhoeven. Omdat hij de aandacht op deze hele zeldzame spierziekte vestigt. Bovendien is het ook nog zo dat Rico heeft echt de kracht. En Sarah mist die kracht. En daarom is het zo mooi dat juist hij ons helpt. Ja, je hoorde zijn stem al even bij ons in de studio. Is Bram Verbrugge, verslaggever van AD Rotterdams Dagblad. Vader van Sarah, de naamgever van de stichting. Ik zei net MS, maar wat heeft Sarah precies? MDC in A. Dus inderdaad een gekke afkorting. Het is een spierziekte die betekent dat al haar spieren gewoon een stuk slapper zijn. Omdat er een bepaald eiwit mist. En dat uit zich, behalve gewoon in spierslapte, niet kunnen staan, niet kunnen lopen. Maar ook je longen zijn spieren en dat kan natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden bij bijvoorbeeld griepjes. Ja, hoeveel mensen hebben dit? Zo'n ongeveer 20 in Nederland. Er zijn echt maar heel weinig. We zijn nu bezig met onze stichting om te kijken of we ook internationaal gewoon contacten kunnen leggen. Want om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen, heb je gewoon heel veel data nodig en heb je veel meer patiënten nodig dan die 20 in Nederland. Ja, want ik kan me voorstellen dat de medici dan zeggen, ja, dit zijn is lullig, maar het zijn er te weinig, dus we gaan geen onderzoek doen. Ja, dat is heel lang het geval geweest. Er werd eigenlijk niets aan gedaan. Wij kregen ongeveer 3 jaar geleden de diagnose. Mm-hmm. En toen zeiden de artsen ook, ja, sorry, maar we weten er heel weinig van. Er is op dit moment geen behandeling. Er wordt ook geen onderzoek gedaan. Ze zeiden niet succes ermee, maar daar kwam het wel op neer. Ja. Dat was voor ons eigenlijk niet te accepteren. En mijn vrouw zei meteen, dan richten we een stichting op. Wij dachten in eerste instantie om een onderzoek wat stil lag aan de Universiteit van Maastricht, om daarbij aan te sluiten. Er is in hele korte tijd heel veel geld opgehaald en dat onderzoek is ook van start gegaan. Mm-hmm. Ze zijn nu echt bezig om MDCNA te onderzoeken. En Rico Verhoeven is daar vanaf het begin af aan bij geweest. Ja, hoe is dat gekomen? Nou, ik schreef op dat moment columns in het AD. Ja. En hij las eens een column en hij belde zelf op. Hij zei van, ja, ik ben geraakt en ik wil graag wat doen. Hij heeft zijn handschoenen toen gedoneerd na een wedstrijd. En eigenlijk, ja, hij is ontzettend trouw. En er ontstond meteen een klik tussen Sarah en hem. Maar ook tussen ons. En hij is altijd bij ons gebleven. En dat voelt geweldig. Want er zijn een hoop mensen die dachten aan het begin, ja, die stichting is een stukje rouwverwerking voor de ouders. Maar we hadden meteen echt als doel, er moet gewoon een behandeling komen. We gaan door tot die behandeling er is. Ja. En Rico heeft diezelfde focus. Het was echt erkenning dat hij meteen zei, ja, ik ga jullie helpen. En tot op de dag van vandaag heeft hij ontzettend veel gedaan om ook tot dit punt te komen. Wat fantastisch. Sarah is inmiddels 4. Ze gaat gewoon naar school. Ja, klopt. Reguliere onderwijs. Ze doet het ontzettend goed. Ze zit in een rolstoel en heeft bij een hoop fysieke dingen hulp nodig. Maar kan op school heel, heel makkelijk meekomen eigenlijk. En daar zijn we wel heel trots op. En hoe ontwikkelt dan de ziekte zich? Is die progressief of hoe moet dat zien? Het is officieel geen progressieve ziekte. Maar omdat je lichaam steeds groter en zwaarder wordt, wordt het wel steeds moeilijker om met diezelfde spierkracht alles te doen. Dus de kinderen gaan zeker wel achteruit. Dus in de praktijk noemen een hoop artsen het ook gewoon een progressieve ziekte. Want je ziet gewoon dat na verloop van tijd bijvoorbeeld beademing nodig is bij een hoop patiënten. Er ontstaan vergroeien in de gewrichten, scoliose. Er komen heel veel bijkomende problemen voor deze kinderen in de loop der jaren. Maar je kunt er wel oud mee worden. Ja, het kan. Maar we realiseren ons ook heel goed dat niet alle patiënten gegeven is. We hebben dit jaar nog een lotgenootje van 8 maanden die overleed. Daar zijn we naar de uitvaart geweest. Dat zijn verschrikkelijke berichten. Er zijn ook gewoon hele jonge patiënten die overlijden. Ja. Maar we kennen gelukkig ook volwassen patiënten, omdat het ziektebeeld vrij verschilt. Er zijn wat zwaarder aangedane patiënten en wat patiënten die toch iets sterker zijn. Je zei in het begin al, je hebt samen met je vrouw een stichting opgericht. Wat heb je al met die stichting kunnen betekenen? Nou, het eerste waar we mee zijn begonnen is eigenlijk patiënten bij elkaar brengen. Omdat wij toen de tijd ook niet wisten
wat we moesten verwachten. Ja. Daarnaast zijn we heel veel geld gaan ophalen. Is nu bijna 500.000 opgehaald. Daarvan kan dus onderzoek gedaan worden. We hebben behalve het onderzoek in Maastricht, wat met gentherapie een behandeling zoekt voor deze patiënten, financieren we met de stichting ook een onderzoek van het Radboud Ziekenhuis, wat meer in kaart brengt hoe het verloopt. Dat kan dus al die patiënten en al die ouders enorm gaan helpen in de komende jaren. Ja. Maar het helpt ook die onderzoekers. En 2 weken geleden ongeveer hebben we een internationaal congres georganiseerd, waarbij eigenlijk alle experts van over de hele wereld naar Maastricht kwamen. Daar zijn onderzoekers die in de laboratoria werken met muismodellen om te kijken hoe we een behandeling kunnen vinden. In Zwitserland, in Zweden gebeurt dat en in Amerika. Maar dit doe je dus allemaal nog naast je werk? Ja, dus, het is soms druk inderdaad, maar we hebben ook een heel groot team hoor. Ik ben er zeker niet alleen die dat doet. We hebben een fantastisch team, een hoop vrijwilligers die allemaal helpen. Mm. En we krijgen er wat het allerbelangrijkste, we krijgen gewoon heel veel steun. En mede door Rico is er zoveel bekendheid voor de stichting geweest, ja, dat we ook een hoop donateurs hebben. Rico moet 21 december aan de bak tegen Badahari. Ja. Hoe gaat dat? Zit jij dan met Sarah te kijken of... Het is denk ik iets te laat voor Sarah. Die zal niet kijken. Zij zal het wel heel interessant vinden. Want als ze Rico op tv ziet, dan roept ze gelijk... Hey, dat is mijn grote vriend. Die twee hebben echt een band. En hebben ook al heel vaak gewoon samen gespeeld. Rico is heel persoonlijk betrokken bij de stichting. Dat maakt het zo mooi. Mm-hmm. De eerste schooldag stuurde hij bijvoorbeeld een sms'je van... Nou, veel succes, ik ben hartstikke trots op je meid. Ah, leuk. Dus dat zijn echt hele mooie dingen inderdaad. Maar papa zit wel te kijken. Maar ik ga zeker kijken met mijn vrouw en vrienden en dat gaan we steunen. Hopen dat hij dan niet geraakt wordt. Nee, inderdaad. Dankjewel Bram. En voor meer informatie over de stichting Voor Sarah, ga naar voorsara.nl. Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin. Dat is de winnaar van de slechtste slogan van Nederland. Visbar de Zilte Zeemeermin ging met de prijs naar huis. En met gemak hielden ze andere beroerde verzinsels als... werken met zinhout van het UWV. En je rijbewijs halen doe je bij die kale van rijschool reactie. En geen geeikel, recycle van P. van der Veld. Transporten achter zich. En we hebben contact met winnaar Luc de Haan van de vis... vistoestand de Zeemeermin, de Zilte Zeemeermin. Hoe lang hebben jullie vergaderd over die slogan? Ja, vergaderen. Ja, we noemen het wel eens vergadering, maar vaak drinken we gewoon een biertje en dan komen we op wat goede ideeën. Maar ja, is dat bij deze niet helemaal het geval geweest? Dus we gingen vroeger vissen met mijn vader en dan was er zo'n... na die tijd, als je dan verloren had, dan moest degene die verloren had, moest zeg maar de lunch betalen. En dan gingen we naar zo'n vishandeltje en daar stond iets in die krant. En dat hebben we, ja, dat is misschien al wel 15 jaar geleden. En dat hebben we nooit vergeten eigenlijk. En dat hebben we wat nieuw leven ingeblazen in onze eigen tent. Ja, vistoestand. En vistoestand. Hadden jullie ooit verwacht dat deze lokale reclamekreet voor landelijke bekendheid zou zorgen voor jullie zaak? We hebben natuurlijk wel een hele leuke zaak. Dus op zich, landelijke bekendheid is niet zo raar. Maar dat zou doen, nee, dat had ik niet verwacht. Niet zo gauw, nee. Nee, smaakt het naar meer of ruikt het naar meer? Moet ik dat misschien zeggen bij een viszaak? Volgend jaar weer een nieuwe slechte slogan? Ik moet zeggen, mijn broer is daar heel erg gedreven in. Dus mijn broer Wiebe, die verzint al dat soort ongeheim. Dus van hoe oester, hoe woester, libido-bommen en dat soort dingen. Daar is mijn broer heel goed in. Dus het zou ongetwijfeld gaan we daar volgend jaar weer ons best voor doen. Ja. Als ik aan kibbeling denk en een tongzoen van een zeemeermin, dan is het toch niet echt een reclame, toch? Nat en klef. Nou, dat ligt eraan hoe die tongzoen van die zeemeermin smaakt natuurlijk. Ja, dat is ook waar. Nou ja, goed. Ik feliciteer je er heel erg mee in ieder geval, Luc. Ja, dankjewel. En of zo'n slogan echt werkt, dat weet Jeroen Meerk, hoofdredacteur van marketingtijdschrift Marketing Tribune. Jeroen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Marketing Facts is het trouwens. Sorry. Terechte winnaar dit jaar? Nou, ik heb het misschien zelfs al een beetje voorspeld. Want ik maak altijd een bericht voor Marketing Tribune, die andere site waar ik voor werk. Ja. Daar had ik een visual gebruikt. Van de slogan van de Zilte Zeemeermin. Ah. Dus wat dat betreft, vooruitziende gaven hoop ik er maar.
Nou weet je alles van slogans en van marketing. Werken dit soort slogans ook echt? Nou kijk, je moet het verschil maken tussen of het een MKB'er is die zoiets bedenkt of een heel groot bedrijf zoals UWV of de bibliotheek die ook genomineerd zijn. Ja. En bij kleine ondernemers is het, ja, er wordt vaak de marketing gedaan op de achterkant van een bierveeltje, zoals net al grappig werd gezegd. En dan bedenk je een slogan, denk je, ah, dit is wel leuk, dit gebruiken we. Ja. En dat zie je vaak op de busjes van klusbedrijven en op de borden die voor restaurants staan. Daar staan soms slogans of zinnen op die je denkt van, nou ja, ja, dit is wel een beetje knullig. Maar knulligheid, je trekt wel de aandacht, want we hebben het erover. We maken er foto's van, die deel je dan op de site slechtsteslogan.nl bijvoorbeeld, waardoor het genomineerd wordt voor deze prijs. Dus het werkt op een bepaalde manier wel. Maar werkt het dan, je zegt, ik hoor je een beetje zeggen, het werkt dus eigenlijk niet voor een grote multinational als bijvoorbeeld Coca-Cola of Shell of, nou ja, noem maar op. Nee, dat ziet er heel, dan ziet het er echt heel knullig uit. Kijk, van een klein bedrijf accepteer je dat ze met beperkte budgetten hun marketing doen. Dan nog denk ik dat je soms best wel een beetje daarin mag investeren. Want dat gaat zich toch vaak wel uitbetalen. Maar van een groot bedrijf verwacht je dat sowieso, dat ze hun zaakjes professioneel geregeld hebben. En ik viel mij dus ook wel op dat ik de dingen die langskwamen van UWV bijvoorbeeld, die vond ik wel een beetje knullig. Ja. Ja, denk van, wat was het ook weer? Werken met zinhoud. Ja. Dat is wel een hoog woordspelingsniveau. En van Groupon ook. Denk aan je selfie of zoiets? Ja, die kwam van Groupon. Shop en kom tot je selfie. Ja, Die hebben heel veel uiting op social media, dus dat zal eens een keer iemand kritisch zijn geweest. Maar ik zou het niet op de gevel van je pand zetten. Nee. Goed, Jeroen Mirk, dank je wel voor je toelichting. Graag gedaan. En tot slot nog het weer. Een dag vol buien en soms ook met onweer. De wind draait naar het noordwesten en vooral aan zee is het dan onstuimig met hele zware windstoten. Dat is kitesurfen voor gevorderden. We zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Blijf kijken. Een hele goede morgen, welkom bij de ochtendshow to go. De rechter doet vandaag uitspraak in de afpersingszaak van een Haagse miljonair. De man werd gefilmd tijdens een bezoek aan een prostituee en moest een flinke som geld betalen, anders zouden de pikante beelden worden gepubliceerd. Bart Lelieveld, verslaggever AD Haagse Courant, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is die miljonair met die beelden geconfronteerd? Die miljonair die is eigenlijk direct na een van zijn bezoeken aan die escortdame met het feit geconfronteerd dat hij op camerabeelden stond. Omdat de prostituee en een vriend die hadden samen een plannetje bedacht om eigenlijk die prostituee uit dat werk te krijgen. Zij hadden geld voor nodig en besloten dus een klok met een camera erin te plaatsen in de hotelkamer. En daar is zij direct na het bezoek mee geconfronteerd. Oké, zoals je het nu vertelt, klinkt het alsof het een vooropgezet plan is. Maar de vrouw heeft verklaard dat er geen vooropgezet plan was voor die chantage. Hoe geloofwaardig vond de rechtbank dat? Ja, hoe geloofwaardig dat echt wordt gezien door de rechtbank, dat zal vanmiddag blijken bij de uitspraak. Er is natuurlijk wel het een en ander vooraf gebeurd. Zoals het regelen van die camera die in die klok verstopt zat. Ze hadden van tevoren al het idee dat zij wilden stoppen met dat werk. En er dus een uitweg gezocht moest worden.
Ze hebben ook uitgezocht natuurlijk wie die miljonair was. Dat heeft niet zo heel lang geduurd, omdat hij dat zelf ook niet onder stoel of banken stak. Dat hij een jacht liet bouwen en dat hij toch wel dure auto's had. De vraag gaat er dan meer over, over hoe lang ze erover gedaan hebben, denk ik, om dat uit te zoeken en tot dit plan te komen. Ja, en wat voor straffen hangen die afpersers nu boven het hoofd? Nou, het gaat om vier personen, die escortdame zelf en een vriend. Die kregen allebei een strafeis van 10 maanden met 5 maanden voorwaardelijk. Dat is vrij fors. En dan van de mannelijke verdachten, zeg maar, daar 2 neven nog van. Daar was een celstraf van 1,5 jaar tegen geëist. En dat zijn eigenlijk wel vrij forse straffen voor dit soort zaken. Die zie je toch vaak ook wel voor minder voorbij komen. Tja, blijf het voor ons volgen en dank voor je toelichting, Bart. Ja, graag gedaan. Vandaag beslist het Werelddopingagentschap WADA over het lot van Rusland bij de Olympische Spelen. Na weer een potje sjoemelen met de regels. Aan de telefoon sportverslaggever Thijs Sonneveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Je volgt de dopingschandalen in de sport op de voet. Hoe spannend is deze bijeenkomst voor Rusland? Het is wel een beetje spannend. Er is eigenlijk aan de top van het WADA heb je een uitvoerend comité dat beslist over dit soort zaken. Mm-hmm. Wat er gebeurt, Rusland heeft een aantal jaar geleden een staatsgestuurd dopingprogramma opgezet. Ze dopeerden hun eigen sporters en ze zorgden ervoor dat stalen en test verdwenen, zodat ze nooit positief getest konden worden. Dat werd aangestuurd vanuit het Kremlin. Zo'n land zou je eigenlijk nooit meer of voorlopig nooit meer in internationale evenementen willen hebben. Rusland is alleen heel rijk en machtig en groot en stopt een hoop geld in internationale sportevenementen. Dus die willen ze liever niet missen. Ja. Dus ze hebben een soort roadmap. Ja, dus ze hebben een soort roadmap uitgetekend hoe Rusland terug kan komen op het internationale sporttoneel. Daar hoorde bij dat ze zouden erkennen wat er gebeurd was. Dat hebben ze niet gedaan. En dat ze de database zouden overhandigen van al die sporters die doping hadden gebruikt. Ja, dus je zegt eigenlijk. Dat is ook niet gebeurd. Dus je zegt eigenlijk, die Russen, doordat ze zoveel geld hebben, hebben ze ook invloed in al die grote evenementen. En hebben ze dus eigenlijk de WADA een soort van in de tang? Deels ja. Kijk, het is heel cynisch om te zeggen. Maar sport en politiek zijn niet te scheiden. Nee. Zeker niet op dit niveau. En, dus het is een beetje een politieke uitspraak wat er vandaag ook gaat komen. Ja, je hebt het eigenlijk al een beetje gezegd, want waarom kan het IOC Rusland dan niet gewoon rigoureus buitenspel zetten als het zo duidelijk is dat ze openlijk vals spelen? Omdat er allerlei dwarsverbanden lopen. Dus Rusland heeft best wel veel macht gekocht eigenlijk. Er zijn best wel veel personen op hoge posities binnen grote bonden. De baas van het IOC, Thomas Bach, is een persoonlijke vriend van Poetin. Rusland is eigenlijk too big to fail. Als dit Andorra was geweest of Luxemburg, dan hadden we ze voorlopig niet teruggezien op Olympische Spelen en andere evenementen. Ja. Maar bij Rusland gaat dat niet op. En wat denk je dan dat eruit gaat komen? Waarschijnlijk wat ze vandaag gaan opleggen als straf. Is dat er geen Russische hoogwaardigheidsbekleders bij de Spelen mogen komen. En dat er geen Russische vlag mag worden gezwaaid. Nou. En dat er geen Russisch volkslied klinkt. Maar dat de atleten dus meedoen onder neutrale vlag. Ja, en vinden ze dat heel erg dan? Nou, dat zullen ze ongetwijfeld vervelend vinden. Maar dat hebben ze wel ingecalculeerd. Ja. Dit is gewoon eigenlijk, we beschermen de boel en we houden onze atleten die hebben gebruikt de hand nog steeds boven het hoofd en we leveren dit in. Ja. Dankjewel voor je uitleg, Thijs. Yes. Naast de strijd tegen zijn aartsrivaal Badr Hari neemt Rico Verhoeven het ook op tegen een minder bekende vijand, namelijk de spierziekte MS. De kickbokskampioen is sinds 3 jaar ambassadeur voor Stichting Voor Sarah. Die vind ik een
beetje eng hoor. We zijn echt ontzettend blij met de steun van Rieke Verhoeven. Omdat hij de aandacht op deze hele zeldzame spierziekte vestigt. Bovendien is het ook nog zo dat Rico heeft echt de kracht. En Sarah mist die kracht. En daarom is het zo mooi dat juist hij ons helpt. Ja, je hoorde zijn stem al even bij ons in de studio. Is Bram Verbrugge, verslaggever van AD Rotterdams Dagblad. Vader van Sarah, de naamgever van de stichting. Ik zei net MS, maar wat heeft Sarah precies? MDC in A. Dus inderdaad een gekke afkorting. Het is een spierziekte die betekent dat al haar spieren gewoon een stuk slapper zijn. Omdat er een bepaald eiwit mist. En dat uit zich, behalve gewoon in spierslapte, niet kunnen staan, niet kunnen lopen. Maar ook je longen zijn spieren en dat kan natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden bij bijvoorbeeld griepjes. Ja, hoeveel mensen hebben dit? Zo'n ongeveer 20 in Nederland. Er zijn echt maar heel weinig. We zijn nu bezig met onze stichting om te kijken of we ook internationaal gewoon contacten kunnen leggen. Want om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen, heb je gewoon heel veel data nodig en heb je veel meer patiënten nodig dan die 20 in Nederland. Ja, want ik kan me voorstellen dat de medici dan zeggen, ja, dit zijn is lullig, maar het zijn er te weinig, dus we gaan geen onderzoek doen. Ja, dat is heel lang het geval geweest. Er werd eigenlijk niets aan gedaan. Wij kregen ongeveer 3 jaar geleden de diagnose. Mm-hmm. En toen zeiden de artsen ook, ja, sorry, maar we weten er heel weinig van. Er is op dit moment geen behandeling. Er wordt ook geen onderzoek gedaan. Ze zeiden niet succes ermee, maar daar kwam het wel op neer. Ja. Dat was voor ons eigenlijk niet te accepteren. En mijn vrouw zei meteen, dan richten we een stichting op. Wij dachten in eerste instantie om een onderzoek wat stil lag aan de Universiteit van Maastricht, om daarbij aan te sluiten. Er is in hele korte tijd heel veel geld opgehaald en dat onderzoek is ook van start gegaan. Mm-hmm. Ze zijn nu echt bezig om MDCNA te onderzoeken. En Rico Verhoeven is daar vanaf het begin af aan bij geweest. Ja, hoe is dat gekomen? Nou, ik schreef op dat moment columns in het AD. Ja. En hij las eens een column en hij belde zelf op. Hij zei van, ja, ik ben geraakt en ik wil graag wat doen. Hij heeft zijn handschoenen toen gedoneerd na een wedstrijd. En eigenlijk, ja, hij is ontzettend trouw. En er ontstond meteen een klik tussen Sarah en hem. Maar ook tussen ons. En hij is altijd bij ons gebleven. En dat voelt geweldig. Want er zijn een hoop mensen die dachten aan het begin, ja, die stichting is een stukje rouwverwerking voor de ouders. Maar we hadden meteen echt als doel, er moet gewoon een behandeling komen. We gaan door tot die behandeling er is. Ja. En Rico heeft diezelfde focus. Het was echt erkenning dat hij meteen zei, ja, ik ga jullie helpen. En tot op de dag van vandaag heeft hij ontzettend veel gedaan om ook tot dit punt te komen. Wat fantastisch. Sarah is inmiddels 4. Ze gaat gewoon naar school. Ja, klopt. Reguliere onderwijs. Ze doet het ontzettend goed. Ze zit in een rolstoel en heeft bij een hoop fysieke dingen hulp nodig. Maar kan op school heel, heel makkelijk meekomen eigenlijk. En daar zijn we wel heel trots op. En hoe ontwikkelt dan de ziekte zich? Is die progressief of hoe moet dat zien? Het is officieel geen progressieve ziekte. Maar omdat je lichaam steeds groter en zwaarder wordt, wordt het wel steeds moeilijker om met diezelfde spierkracht alles te doen. Dus de kinderen gaan zeker wel achteruit. Dus in de praktijk noemen een hoop artsen het ook gewoon een progressieve ziekte. Want je ziet gewoon dat na verloop van tijd bijvoorbeeld beademing nodig is bij een hoop patiënten. Er ontstaan vergroeien in de gewrichten, scoliose. Er komen heel veel bijkomende problemen voor deze kinderen in de loop der jaren. Maar je kunt er wel oud mee worden. Ja, het kan. Maar we realiseren ons ook heel goed dat dat niet alle patiënten gegeven is. We hebben dit jaar nog een lotgenootje van 8 maanden die overleed. Daar zijn we naar de uitvaart geweest. Dat zijn verschrikkelijke berichten. Er zijn ook gewoon hele jonge patiënten die overlijden. Ja. Maar we kennen gelukkig ook volwassen patiënten, omdat het ziektebeeld vrij verschilt. Er zijn wat zwaarder aangedane patiënten en wat patiënten die toch iets sterker zijn. Je zei in het begin al, je hebt samen met je vrouw een stichting opgericht. Wat heb je al met die stichting kunnen betekenen? Nou, het eerste waar we mee zijn begonnen is eigenlijk patiënten bij elkaar brengen. Omdat wij toentertijd ook niet wisten wat we moesten verwachten. Ja. Daarnaast zijn we heel veel geld gaan ophalen. Is nu bijna 500.000 opgehaald. Daarvan kan dus onderzoek gedaan worden. We hebben behalve het onderzoek in Maastricht, wat met gentherapie een behandeling zoekt voor deze patiënten, financieren we met de stichting ook een onderzoek van het Radboud Ziekenhuis, wat meer in kaart brengt hoe het verloopt. Dat kan dus al die patiënten en al die ouders enorm gaan helpen in de komende jaren. Ja. Maar het helpt ook die onderzoekers.
En 2 weken geleden ongeveer hebben we een internationaal congres georganiseerd. Waarbij eigenlijk alle experts van over de hele wereld naar Maastricht kwamen. Er zijn onderzoekers die in de laboratoria werken met muismodellen om te kijken hoe we een behandeling kunnen vinden. In Zwitserland, in Zweden gebeurt dat en in Amerika. Maar dit doe je dus allemaal nog naast je werk? Ja, dus, het is soms druk inderdaad. Maar we hebben ook een heel groot team hoor. Ik ben er zeker niet alleen die dat doet. We hebben een fantastisch team. Een hoop vrijwilligers die allemaal helpen. En we krijgen er wat het allerbelangrijkste. We krijgen gewoon heel veel steun. En mede door Rico is er zoveel bekendheid voor de stichting geweest. Ja. Dat we ook een hoop donateurs hebben. Rico moet 21 december aan de bak tegen Badahari. Ja. Hoe gaat dat? Zit jij dan met Sarah te kijken? Of... Het is denk ik iets te laat voor Sarah. Die zal niet kijken. Zij zal het wel heel interessant vinden. Want als ze Rico op tv ziet, dan roept ze gelijk... Hé, dat is mijn grote vriend. Die twee hebben echt een band. En hebben ook al heel vaak gewoon samen gespeeld. Rico is heel persoonlijk betrokken bij de stichting. Dat maakt het zo mooi. Mm-hmm. De eerste schooldag stuurde hij bijvoorbeeld een sms'je van... Nou, veel succes. Ik ben hartstikke trots op je meid. Ah, leuk. Dus dat zijn echt hele mooie dingen inderdaad. Maar papa zit wel te kijken. Maar ik ga zeker kijken met mijn vrouw en vrienden en dat gaan we steunen. Hopen dat hij dan niet geraakt wordt. Nee, inderdaad. Dankjewel Bram. En voor meer informatie over de stichting Voor Sarah, ga naar voorsara.nl. Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin. Dat is de winnaar van de slechtste slogan van Nederland. Visbar de Zilte Zeemeermin ging met de prijs naar huis. En met gemak hielden ze andere beroerde verzinsels als... werken met zinhout van het UWV. En je rijbewijs halen doe je bij die kale van rijschool reactie. En geen geeikel, recycle van P. van der Veld. Transporten achter zich. En we hebben contact met winnaar Luc de Haan van de vis... vistoestand de Zeemeermin, de Zilte Zeemeermin. Hoe lang hebben jullie vergaderd over die slogan? Ja, vergaderen. Ja, we noemen het wel eens vergadering, maar vaak drinken we gewoon een biertje en dan komen we op wat goede ideeën. Maar ja. Is dat bij deze niet helemaal het geval geweest? Dus we gingen vroeger vissen met mijn vader en dan was er zo'n... na die tijd, als je dan verloren had, dan moest degene die verloren had, moest zeg maar de lunch betalen. En dan gingen we naar zo'n vishandeltje en daar stond iets in die krant. En dat hebben we, ja, dat is misschien al wel 15 jaar geleden. En dat hebben we nooit vergeten eigenlijk. En dat hebben we wat nieuw leven ingeblazen in onze eigen tent. Ja, en vistoestand. Hadden jullie ooit verwacht dat deze lokale reclamekreet voor landelijke bekendheid zou zorgen voor jullie zaak? We hebben natuurlijk wel een hele leuke zaak. Dus op zich, landelijke bekendheid is niet zo raar. Maar dat zou doen, nee, dat had ik niet verwacht. Niet zo gauw, nee. Nee, smaakt het naar meer of ruikt het naar meer? Moet ik dat misschien zeggen bij een viszaak? Volgend jaar weer een nieuwe slechte slogan? Ik moet zeggen, mijn broer is daar heel erg gedreven in. Dus mijn broer Wiebe, die verzint al dat soort ongeheim. Dus van hoe oester, hoe woester, libido-bommen en dat soort dingen. Daar is mijn broer heel goed in. Dus het zou ongetwijfeld gaan we daar volgend jaar weer ons best voor doen, ja. Als ik aan kibbeling denk en een tongzoen van een zeemeermin, dan is het toch niet echt een reclame, toch? Nat en klef. Nou, dat ligt eraan hoe die tongzoen van die zeemeermin smaakt natuurlijk. Ja, dat is ook waar. Nou ja, goed. Ik feliciteer je er heel erg mee in ieder geval, Luc. Ja, dankjewel. En of zo'n slogan echt werkt, dat weet Jeroen Meerk, hoofdredacteur van marketingtijdschrift Marketingtribune. Jeroen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Marketing Facts is het trouwens. Sorry. Terechte winnaar dit jaar? Nou, ik heb het misschien zelfs wel een beetje voorspeld. Want ik maak altijd een bericht voor Marketingtribune, die andere site waar ik voor werk. Ja. Daar had ik een visual gebruikt. Van de slogan van de Zilte Zeemeermin. Ah. Dus wat dat betreft vooruitziende gaven, hoop ik er maar. Weet je alles van slogans en van marketing. Werken dit soort slogans ook echt? Je moet het verschil maken tussen of het een MKB'er is die zoiets bedenkt... of een heel groot bedrijf zoals UWV of de bibliotheek, die ook genomineerd zijn. Ja. En met kleine... ondernemers, is het, ja, er wordt vaak de marketing gedaan op de achterkant van een bierveeltje, zoals net al grappig werd gezegd.
En dan bedenk je een slogan, denk je, ah, dit is wel leuk, dit gebruiken we. Ja. En dat zie je vaak op de busjes van klusbedrijven en op de borden die voor restaurants staan. Daar staan soms slogans of zinnen op die je denkt van, nou ja, ja, het is wel een beetje knullig. Maar knulligheid, je trekt wel de aandacht, want we hebben het erover. We maken er foto's van, die deel je dan op de site slechtsteslogan.nl bijvoorbeeld, waardoor het genomineerd wordt voor deze prijs. Dus het werkt op een bepaalde manier wel. Maar werkt het dan, je zegt, ik hoor je een beetje zeggen, het werkt dus eigenlijk niet voor een grote multinational als bijvoorbeeld Coca-Cola of Shell of, nou ja, noem maar op. Nee, dat ziet er heel, dan ziet het er echt heel knullig uit. Kijk, van een klein bedrijf accepteer je dat ze met beperkte budgetten hun marketing doen. Dan nog denk ik dat je soms best wel een beetje daarin mag investeren. Want dat gaat zich toch vaak wel uitbetalen. Maar van een groot bedrijf verwacht je dat sowieso, dat ze hun zaakjes professioneel geregeld hebben. En ik viel mij dus ook wel op dat ik de dingen die langskwamen van UWV bijvoorbeeld, die vond ik wel een beetje knullig. Ja. Ja, ik denk van, wat was het ook weer? Werken met zinhoud. Ja. Dat is wel een hoog woordspelingsniveau. En van Groupon ook, denk aan je selfie of zoiets? Ja, die komt van Groupon. Shop en kom tot je selfie. Ja, die hebben heel veel uiting op social media, dus dat zal eens een keer iemand kritisch zijn geweest. Maar ik zou het niet op de gevel van je pand zetten. Nee, goed. Jeroen Mirk, dank je wel voor je toelichting. Graag gedaan. En tot slot nog het weer. Een dag vol buien en soms ook met onweer. De wind draait naar het noordwesten en vooral aan zee is het dan onstuimig met hele zware windstoten. Dat is kitesurfen voor gevorderden. We zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Blijf kijken. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow to go. Vandaag doet de militaire kamer uitspraak in de zaak Marco Kroon. Die wordt verdacht van schennis van de eerbaarheid, belediging en mishandeling van een politieagent. De uitspraak begint om 1:00 in het Paleis van Justitie in Arnhem. Raymond Boeren, verslaggever van deze krant, je bent er zo meteen bij. Welke straf hangt Marco Kroon boven het hoofd? Ja, hij wordt verdacht van het geven van een kopstoot. En het opsteken of het laten zien van zijn geslachtsdeel. En de officier van justitie heeft 100 uur taakstraf geëist. En 2 kleine schadevergoedingen voor die agenten. Ja, en die 100 uur, dat is belangrijk, hè? Want volgens mij ligt de grens of hij zijn medailles en alles mag houden bij 60 uur. Ja, niet zijn medailles. Ik verwacht dat die zijn dapperheidsonderscheidingen, die blijven wel. Die mag hij waarschijnlijk wel houden. Daar ligt die grens hoger, dat is een jaarcel. Oké. Okay. Maar hij zou vooral problemen kunnen krijgen met zijn werkgever als hij hiervoor wordt veroordeeld. Want die grens ligt inderdaad op 40 uur. En dat gaat dan vooral of je een verklaring van geen bezwaar krijgt van de veiligheidsdienst. Dus als je meer dan 40 uur taakstraf krijgt, dan zou dat in gevaar kunnen komen. En dan kun je eigenlijk niet bij Defensie werken, want zo ongeveer elke functie is een veiligheid, is een vertrouwensfunctie. Ja. En daar heb je dat voor nodig. En denk je nou dat het met een sisser afloopt of moet hij zich echt serieus zorgen maken? Nou, ik denk dat hij zich wel echt serieus zorgen moet maken. Ik bedoel, hij heeft vier advocaten ingeschakeld die alles op tafel hebben gegooid om eronder uit te komen, zou je kunnen zeggen. Maar de beelden, die zijn er. En je ziet daar toch een achterwaartse beweging van Marco Kroon. Hij legt dat uit als een reflex. Ja. En de agent zelf zegt, het is een kopstoot. Ja. De rechter gaat er nu iets van vinden, maar ik denk dat hij zich wel zorgen moet maken, ja. Raymond, houd voor ons in de gaten, dankjewel. Oké. Een verkrachting en 2 aanrandingen zorgen voor grote onrust in universiteitsstad Leiden. Studentes en jonge vrouwen zijn op hun hoede. Aan de telefoon Roeland Storm, CDA-raadslid in Leiden. Hoe groot is de angst? Goedemorgen. Ja, de angst is vooral onder de studentenvereniging groot. Je ziet dat men heel veel over elkaar heen en weer appt. En je ziet dat vooral jonge vrouwen zich grote zorgen maken.
Ja, er is ook kritiek op burgemeester Henry Lemfrink, die geen extra politie en maatregelen wil inzetten. Wat vind je daarvan? Nou, die kritiek vind ik niet helemaal terecht. Ten eerste denk ik wel dat er extra maatregelen zijn genomen. Er is bijvoorbeeld extra surveillance ingezet. Dat is goed. En het begint natuurlijk bij de mensen zelf die echt melding moeten maken en aangifte moeten doen van zelfs het kleinste voorval wat er is. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. Kijk, wat ik wel herken, de eenheid Den Haag en de politie staat voor grote capaciteitsproblemen. De moord op advocaat Wiersum, de extra beveiligingsmaatregelen, alle demonstraties, het gedoe in Duindorp. Dus even een blik agenten opentrekken, dat doe je niet zomaar. Nee, dus dat is lastig. Wat is er voor de politie wel te doen? Nou, voor de politie wat te doen is om goede analyses te maken tussen de meldingen en aangiftes die er zijn. Hebben die verband met elkaar? Gaat het om dezelfde persoon? Dat lijkt er nu ook niet helemaal op. Daarom zeg ik, laten we dit vooral aan de politie overlaten. We hebben als politie een hele goede zedenpolitie, ook in de eenheid Den Haag. En laten we hun echt goed hun werk doen. Dat is volgens mij het belangrijkste wat er nu is. En ja, echt, hè, doe melding en doe aangifte. Je werkt in de politiek, maar je werkt ook voor de politie.